Oh my god, mensen. Vandaag is het dinsdag, dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi. Woppa! Het is nu 3:40 'smorgens. Waarom zijn wij al wakker? 3:40. Eigenlijk zijn we wakker van 3:00 en Anouk is al wakker van 3:15. En waarom? Omdat we vandaag vertrekken op reis. Dus we gaan 9 dagen naar Mallorca. En mijn ouders gaan mee en Anouk gaat mee en ik ga mee. Dus met z'n viertjes. Ja, we zijn maar weg, hè, ja. Dus het is nu 3:40. We gaan nu vertrekken. We gaan naar Kelly gaan, nou, dus mijn stiefdochter. We gaan met de auto daar, naar daar. Dan gaan wij onze auto daar achterlaten. Zij gaan ons voeren naar de luchthaven. En dan op de luchthaven brengt het vliegtuig ons naar Mallorca. Want ja, met de auto of met de velo is het een beetje moeilijk, hè. Goed. Ja, maar ja, kijk, ja, dat is het. We zijn weg. Ik kijk er al heel lang naar uit voor op reis te gaan. Eindelijk. Eindelijk. Ik ben wel een beetje nerveus. Dat wel, komt hier zo'n beetje tribbelingskes in mijn bek. En ja, oké. We zijn er gewoon mee weg. We gaan er niet te veel aan nadenken. Over nadenken. En ja. Ja, ik ben nog maar wakker, hè, dus ik kan nog niet zo goed blijven. Goed, alle. Let's go. Yo. Voilà, zie mensen. En we zijn toegekomen nu bij Kelly, die daar in de donker ergens aan het afkomen is, daar zo. En zij gaan ons voeren naar de luchthaven. Onze auto blijft hier staan. Ja, dus je mocht die koffers daarin steken, hè. Ja. Goed, we gaan met de Mini. Dat is een hele grote auto, maar we zijn gekozen dat we met een Mini naar daar gaan. Ja. Oké, goeie keuze. Allee, goed. We gaan dat hier inladen en toen zijn we naar de luchthaven. Let's go. Voilà mensen, toegekomen. Koffertjes uitgehaald. Bedankt hè Kelly voor ons te voeren. Tot dan hè, hopelijk geraken we er. Ja, allee. Zien we dat je neerstort. Ah, wel leuke, leuke vibe zo. Allee, salut hé. Yo. Voilà mensen, we zijn hier in de airport. Dat is met mijn daddy. En ben je een beetje nerveus? Nee. Niet nerveus? Ja, ik ook niet, hè. Ik zo. Ik ook niet. Mijn moeder, ja, die al een paar kammeerpijltjes genomen. Ja? Ja. Ja. Ik heb ook een stuk of 15 gepakt. Ah, ja, ja. Dat maar van de morgen was ik wel een beetje nerveus, maar nu gaat het al beter. Die mensen. We zijn niet gecheckt. Yeah. Het is gecheckt. Ja man, moesten, was wij de moeite. We moesten ons kleren afdoen. Ja. Allee, toch bijna. Eigenlijk gewoon een riem. En, maar ja, zijn broek zakt af. Ja. En je ziet mij een razig karakter. Dat wordt echt piep piep piep. Ja, ja, razig karakter. Ze mag nog in haar bloot eruit. Ja, ja, als je een razig karakter hebt. Ja, ben gerust. Zijn. Dus ja. Dus nu... dat spiraaltje uit al en al, ja, dat is al... Ja, dus, dus nu hebben we ongeveer nog een 3 kwartier en toen zijn we weg. Maar nu ben ik niet meer nerveus. Ben je nerveus? Paniek. Paniek. Paniek.
Voor mij is het nog maar de derde keer dat ik vlieg. Dus ik heb een keer heen en terug gevlogen. Ja, meestal. Ja, dat is twee keer. Hè. Dat is twee keer, dus nu is het de derde keer. Ja, maar meestal ja, 25ste keer, 25ste keer. Het moet wel Nederlands praten, hè? Want niet iedereen verstaat Gent. Tussen 20 en 25 keer heb ik al gevlogen. Ja, natuurlijk. Van de grond geweest. Paar zijn, hè? Dus zo 20, 24. Want enkel, ja. Dat is het omparen en is dat dus, niet weer. Ja, we gaan. Ja, man. Dus Anouk en mijn ma zijn achter een koffietje. Mijn ma een waterje, blijkbaar. Mensen zijn al aan het kijken naar mij, van wat die nog maar tijd steken. En dan gaan we babbelen tegen zijn kamer. Maar dat zijn mij geen toet. Voilà. Een Sprite gekocht. Ja, goed, dat is prijzig. Voilà. Allee, dus we gaan nog even chillen en dan... Sprite light. Dan zijn we weg. Let's go. Ja, dus dat is dus echt altijd zot komen. Elke keer. Maar dan ook elke keer dat we ergens binnen moeten gaan of weet ik veel aan, moeten ze of zeggen die vrouw, ik kan een sigaretten doen. Of ik moet een vlucht pissen. Dus nu roepen ze juist af, oké, je mocht u klaarstaan voor in de gate, voor aan te schuiven, voor in de gate te gaan, voor in het vliegtuig te gaan. Ah, ik moet eerst nog pissen. Dus iedereen staat hem weg, gaan naar daar en zij moet weer elke keer. We staan de kassa, hè? Ja. We willen juist alles opleggen. Ah, ik heb nog iets tekort. Ik heb nog iets vergeten. Echt. Elke keer. En elke keer doet het zeer. Weer? Die stoofpeer. Ja. En toen staat het daar met je vestje in het leer. In het leer? Ja. Weet je waar dat vliegtuig staat? Over deer. Het is nog maar de eerste keer. Ja. Maar subiet leggen we wel aan dat meer. Ja, maar op je knieën en groet is weer. Ja. Ah, daar is ze weer. Onze bras, mijn meer en mijn berg. Allee, we gaan ons klaarmaken voor in het vliegtuig te gaan. En we gaan het zeker aan ons kloot nemen. Want we hebben al 77 baby's gezien. Anders ik. Ja, dan gaan we sowieso een babybel zijn. En wij nu al, dat is al meer dan genoeg. Wat is ook gaan pissen. Ah. Lekker alle vrouwen. Ah, maar ja. Typisch, ik zeg het juist. Elke keer dat we... Ja, oké, en nu gaan we naar daar gaan. Hij moet naar links als iedereen naar rechts wil. Ja, kom. Dus we gaan aanschrijven. Altijd. Allee. Gaat dat in het leven. Ja. Let's go. We zijn toegekomen. We zijn juist geland. Voilà, mijn ma is dan aan het blijven. Van, gelukkig dat ze nog leeft. Mijn pa heeft meer geslapen dan wat anders. En meer geslopen dan wat anders. Ja. Dus, maar ja, het was een goede vlucht. Ja, dat was goed, er is niets gebeurd. Het is al orde. Dus nu moeten we genieten. Godverdomme. We hebben er genoeg voor gewerkt. Godverdomme. Ja, voilà, die mensen. We zitten in een taxi. Voilà. En de zus stond ik dus klaar met een plakkaatje Pippi Blue. Maar ja, ik was een beetje te laat voor te filmen, maar oh ja, niet aan te doen. En wat blieft? Kun je een foto filmen? Ah ja, ik heb er wel een foto van. Toch? Dus je kunt dat zien op mijn Instagram als je wilt dan. Voilà, ja, we zijn er. Het is nu een half uur rijden naar totaal. En dan zijn we er. Ah ja, ja.
En dit op je maak? Mooi bij ook. En wat voor noten zitten eigenlijk? Aan een Skoda. Een Skoda. Ja. Typisch Poorn. Skodatio's. Seat, naast Poorn. Ah ja, Seat, joh. Goed, allee. Kijk nou, maar hoe moest wij in een bus zitten? Ah, dan kijk dan een bus van Twee, maar ja, ik doe dat niet. Ik zei van eens keer privé taxi, weet wel. Ja, vind ik, als je in een vlogger zit, dan moet je wel niet even kijken. Ja, PP Blue, ja, dat is het geldstroom. Het geldstroom binnen, ja. Kijk, dat is juist, ik hoor al die fans al aan de kant moeten duwen daaraan. Ja, ik weet in de luchthaven. Ik zei, kom mensen, alsjeblieft, laat mij nu een keer genieten. Laat mij nu een keer genieten van... van mijn vakantie, alsjeblieft. Ja. Maar ja, kijk, ja, aan het hotel gaat dat ook weer zo zijn. Ze gaan er alweer allemaal staan wachten. Nee. Ja, van wel een zest goed. Het is daarom dat we een privé-taxi gepakt hebben. Dat we... Spijt, dat met in een bus komt. Ja, wat is dat? Het is dat. Ja. Maar we hebben dat geregeld, hè. Goed. Ja, oké. Okay. We zitten in Mallorca. Ja, het is een beetje lekker Oostende, zeker. Hè. Blankenberg. Ja, Blankenberg. Allee, goed. Tot ziens, hè. Beste. Kijk, Anouk al volledig plat liggen. Want jij zit bij met zijn neus die... Je bent zijn ja, santé. Zit ver op zijn stuur. Ja, we zijn al de McDonald's tegengekomen, dus we zijn al gered. We zijn al gered. Heb je een kwikuk? Zijn we braaf of gelegd kwik uit die notto? De Carrefour is hier, hè? En de Carrefour ook? Ja, dat doen we. Voilà, dus wat moeten we nu nog meer hebben? We hebben de Lidl, de Carrefour en een Brico. Wat, een Brico? Dat moet goed op taal zijn, hè? Dat moet allemaal moeten hebben. Ja. Een Lidl? Ja, kijk, met Tirol. Dat lijkt eigenlijk dat we in Oostende binnenrijden. Dat is ook zo. Carrefour, Lidl, McDonald's. Oh, juist. Dat je wel... ik heb meer spuurzakken nodig gehad in die notte weer of in dat vliegtuig. Ik ga niet al in. Een beetje agressief ook. Oh, juist. Ah, kijk, Ikea. Mooi jongens, wanneer hier alles. Ja, als je goede matras in totaal gewacht op matras. Natuurlijk. Ja. Ja. Wacht, wat moet wij kijken? Echt, daar doorzitten. Ja. Mooi jongens, toch. Allee. Deze is schoon, hè? In de ghetto. Ja, man. Voilà, zie. We zijn hier aan het hotel. Dat is ons hotel. En ons ingecheckt. En ja, we mogen nog niet op de kamer, vanaf 2 uur. We kunnen hier naar beneden gaan en daar zijn er allemaal shops, weet ik veel allemaal. En daar kunnen we iets eten voor ontbijt, want ja, we hebben nog niet gegeten. Dus maar het ziet er wel alles is goed uit, hè? De groeten met stoofvlieshazen. Ja, stoofvlieshazen. Voilà, dus ik denk dat we wel, als we een beetje over zitten, dat we echt een mega schoon uitzicht gaan hebben. Ja. Hè? Ik zit naar de andere kant. Nee, ik heb Espres gevraagd voor uitzicht op zee. Dus ja. Goed, allee. Is het een groot zwembad? Ja. Waarom dat straks wel een keer filmen dan? Allee, goed. We gaan nu een keer gaan verkennen. Let's go. Maris. Esto de paella es 20 minutes. Yeah. Preparé, ok? Yeah. En 20 minutes, Paul, dan moet je de... citronade. Fanta limón, amigo. Fanta limón. Voilà, een paar keer aan zitten. Dus, we zitten hier nu in een, op een terras hier. En we gaan een beetje ontbijt eten, maar we hebben nog niet gegeten. En ik ga een Spaanse omelet eten en mijn pa gaat direct al paella eten met vis. Black coffee of white? Met vis. White coffee with milk? Ja,
iets anders voorgesteld. Ah, heb je iets anders voorgesteld. Een brandstof, een vis, en wat heb je? Sandwich. Wat heb je? Sandwich. Bacon en eggs. Ja, bacon en eggs. Comprender. Sandwich, ham en cheese. Okay. Hey, comprendo mucho. Voilà. En een cola zero. Cola zero. Ja. Voilà. Hey, we kunnen van ons plan trekken, zullen we het nemen dan? We zullen alleen maar vragen. Zwitserland. Zwitserland. Belgica. Ah, Belgica. Yes. Belgica. Yes, yes. Belgica. Belgica's. Oké. Okay. Ja, het zal wel zijn, maat. Red Devils. Ja. Doei duivels. Ja, goed. Alle. Ja, we gaan zbiet eten. Voilà, zie. Lekker eten. Het was, hoeveel hebben we betaald? 43, 46, 46 euro met 4. Komt op, ja, zoveel, hè. Kijk, kijk, kijk. Hij gaat nog 2 keer gedronken, dus. Ah, voilà. Dus we eten en gedronken voor 11 euro, een half de man. Voilà. Zoiets, hè. Goed, oké. Okay. Nu gaan we naar, een keer naar de zee. We gaan een keer gaan kijken waar dat de zee is. We weten totaal niet zijn, maar... Wie zoekt, die vindt. Maar nee. Senor, la mare. Ja, mijn pa had vragen. Senor, la mare. La mare is al daar. Hé, la mare is al daar. Nee, hij zegt lasteren. Ah, lasteren. Ja, lastaras. Ja, la rechtsos. La rechtsos, en toen met je melle en soppels. En soppels. Ik was aan vuur als kort sneeuw moeten geven. Ja, het is allemaal os zeker. Ja, eerder dood. Ja, jongens, jongens. Goed, alle, we zien. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Voilà, zie mensen, we zitten in de Pelicano. En ma is een krimpje aan het eten. Zit meer neefst in haar mond dan in haar mond. Maar goed, ja. De pa is een mega lokale Sprite aan het drinken. Yes. En ik een mojito's. En moeder hier een mojito's met arbeos. Strawberry's. Maar dus. Ik zet mega veel suiker in van onder. Als ze zegt, je moet roeren, maar... Ja, moet voorzichtig roeren. Ja, hoe voorzichtig roeren? Zo. Moet blazen. Ja. Voilà, allez. Maar het zijn wel goeie, hè. En ook grote. Ja, mag wel, hè. Voor een ene. Wie had er dan gezegd dat Spanje goed op was? Ja, Napoli. Niet juist, hè. Ja, niet juist, hè. Maar hoe ja. Ja, dat zijn ook serieuze toeters. Hallo. Hallo, kroketje. Ja, man. Zowel op dubbels. Voilà, kijk, en we zitten hier met een schoon uitzicht. Voilà. En... Ah, wacht. Anouk is weer een uitleg aan het geven. Maar ja, en een mojito moet toch je limoenen zo van plat zijn, maar je geeft mij een karton rietje. Ja, dat gewoon niet, hè. Maar het vork? Ja, ik heb het juist eens, maar dat zit daar niet in. Kom maar karton rietje. Dus wat er aan betand is, we mogen maar om 2 uur in de kamer. En we zitten hier eigenlijk nog met onze lange broek aan. Iedereen zit hier in zijn string en wij zitten hier in onze spring. Zij eigenlijk allemaal. Ah, kijk, ze zijn zus met lokaal bevoorrading van appelsinos. Kijk. En citroenos. Voilà, zeg. Goed, ja. Allee, dan gaan we een beetje op je gemak zitten. Het is nog... Ah, het is maar 2 uur ermee. Ja. Ja, nog 3. Ja, het is maar 10 voor 12.
Maar ja, we gaan toen ik in dat totaal gewoon, misschien is dat klaar. En toen ga ik eerst douchen en direct een short aan doen, hè, want hallo. En mijn pa is weer bezig op zijn Facebook. Ja, maar wat doe je eigenlijk constant op uw gsm? Heb geen Facebook, heb geen Messenger, heb niks. Berichtjes. Maar zo lang. Zo zit hij daar, zo. Omdat ik van dichter niet kan zien. Ach, ik heb van dichter niet zien? Waar hangt dat? Van bril zit hij maar spalitie. Ah, zo. Nou is dit eigenlijk helemaal te berichten. Maar oma fans. Maar weer fans. Ja, maar ja, tegen dat jij één bericht stuurde en wij dat 50 gestuurd. Ja man. Allee, goed. We gaan nog een beetje op ons max zitten hier en toen gaan we eindelijk naar de hotel. Let's go, you. Papa, proef gewoon een keer van die mojito. Ah ja, prima. Allee, proef gewoon een keer. Maar niet van de rietje, hè. Moet dat goed drinken. Moet uit de rietje drinken. En hoe doordrinken. Dat is wel lekker, hè. Wat een mooi jongen toch. Hé, hey, het is wel... Ik kan niet drinken. Hij riekt een keer. Ze is wel zout van aan het rieken. Nee, dat riekt niet. Het is wel lekker, hè. Papa, kom. Zo zoet dat is. Wat jij weer. Terwijl hij niet hier op de Noordpool zit. Hé. Wat doe je eigenlijk? Drink. Die Sprite zit al in je hoofd. Allee, het is wel een goeie mojito, maar het is fucking straf, man. Ik zweer het. Ik kan er maar zoveel doen, ja, terwijl ik al 5 mojito's doe. Dat is 1,40 €, maar ik zit met zijn drank in, hè. Wat? Het is 1,40 €, maar zit er met zijn drank in. Ja, en daar is euro... al suiker aan die mojito. Ja, dat is wel waar. Hier zit er tenminste drank in. Hier is de mojito, hè. Want in België is het like limonade. Ja. Hé, hey, maar ik voel het nu al. Geen zeven. Kijk, okay, ik moet dat allemaal uittrekken. Ik moet dat allemaal uittrekken en ik voel het nu al. Laat dat maar smelten. Ah, smelten. Nou, dat gaat beter gaan. Ah, toen is die alcohol... Die alcohol smelt weg. Nee. Zeg eigenlijk allemaal. Ja, goed. Allee. Waarom? Ik lig in mijn bed. Hé. Ik lig niet in mijn bed, ik lig gewoon daar uit. Op die de rots. Ik ben vanuit, kom maar. Hé, ik ben al zo zat als ik, wat is dat eigenlijk? Ik heb dat gewoon juist aan doen. Dat zit er bij dat. Voilà, zie mensen. We zijn eindelijk op de kamer. Het is 2:20, maar we mochten er al in. Dus voilà, dat is de kamer. Gewoon standaard bedje, een bureautje, tv, wat schilderijen. Hier is de douche en de toilet en al en weet ik veel. Zo. Maar kijk een keer mensen naar dat uitzicht. What the fuck? Dat is wel echt niet normaal. Ik heb nog nooit in een hotel gezeten met zo'n uitzicht. Dat geef ik dus nu wel echt toe. Dat is echt niet normaal. Wauw. Prachtig. Let's go. Yo. It's clear to see. From up here. Dat is ons kamer. Voilà, zie mensen. We gaan nu. En dat is juist op ons gemakje een douche gepakt. Een beetje gerust. En nu gaan we een beetje naar het zwembad. En gaan we een beetje op ons gemak liggen en misschien nog iets drinken. En we zijn op vakantie, met. Ja, doen we dan wel, jongen. Dus ja, daar is het zwembad. Het ziet er klein maar fijn. Het is hier echt super gezellig. Let's go. Come. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. In the great outdoor. Was hij ondertussen. Ondertussen is het al avond. We hebben al gedoucht en op ons max gezeten en een dutje gedaan. En nu zijn we aan het eten hier in het restaurant van het totaal. Voilà. Het is een beetje van alles. Lumpia's en bolletjes uit tomatensaus en pizza en frieten. Ja, een beetje van alles. Hotelfood. Dat weet niet goed voor aan ook. Ik vind het echt.
wat is het nu weer? Allee, wat is nu het probleem? Al die soorten eten dat je kunt hebben, het is weer al niet goed genoeg. Nee, maar het doet er zo tegen van, oh joh. Ik wou dat hetzelfde als een triest is. Nee, niemand zegt dat je al gedaan hetzelfde moet hebben. Nee. En nu de ene... Je kiest dus vier dingen. Wel? Ja, oké, okay, dus het eten is super lekker. We hebben dat al serieus. Ja, dat is weer direct. Hey, maar de kanalkes zijn er niet uit, hè? Maar ja, ze zijn op zich. Maar mensen kunnen een beetje klaar vinden, dat is niet normaal, jongen. Hé, hey, kanaal, gewoon een keer uw kanaal kunnen uitzien. Allee, zo. Voilà, zie mensen. En we zijn weer terug op de kamer. Ik ben gewoon mega moe. Ik weet het is normaal 8:30. Maar ik ben echt kapot, want we zijn ook al wakker van 3 uur. En met heel die vlucht en al, en ik ben gewoon echt kapot. Maar toch wil ik nog een keer iets tonen. Het is echt de max, dat uitzicht hier. Als het donker is, al die lichtjes. Het is gewoon echt de max. Check. Daar. Dat is echt wel mega schoon. En ik ga hier ook de vlog afsluiten voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. En dat zal de volgende keer zijn. Hè. Allee, salutjes. Hè. Yo.